Deze informatie is bedoeld als aanvulling op deze website en de folder die bij de Flexit is verpakt. Als je kiest voor het Flexit-spiraaltje, dan kies je voor een betrouwbare anticonceptie waar je vijf jaar lang niet meer aan hoeft te denken. Het is een langdurige en zorgeloze bescherming tegen zwangerschap. Het Flexit-spiraaltje maakt geen gebruik van hormonen. Je behoudt daardoor je eigen natuurlijke menstruatiecyclus. De werkzame stof is het koper, daarom kan het flexit-spiraaltje heel klein zijn. De kleine hoeveelheid koper van de flexitee maakt de zaadcellen inactief, zodat die niet meer in staat zijn een rijpe eicel te bevruchten of te nestelen in de baarmoeder. Bij plaatsing is er onmiddellijke bescherming en na het verwijderen ben je direct weer vruchtbaar. De Flexi-T kan ook worden gebruikt als zogenaamde morning-after-methode. De kleine hoeveelheid koper op de Flexi-T voorkomt namelijk ook dat een bevrucht eitje zich in de baarmoeder kan nestelen. Je moet het spiraaltje dan wel binnen vijf dagen na het ongelukje laten plaatsen. Het is bewezen effectiever dan de morning-after-pil. De vorm van de flexite is uniek. Die is zo ontworpen dat het flexibele spiraaltje met haar afgeronde hoeken zich voegt naar de vorm van de baarmoeder. De Flexi-T is verkrijgbaar in twee varianten, met en zonder extra koper, en in twee maten. Een kleiner spiraaltje voor vrouwen die nog geen kinderen hebben gebaard, en een groter spiraaltje voor vrouwen die al één of meerdere kinderen hebben gebaard. De baarmoeder wordt namelijk aantoonbaar groter na een zwangerschap. Er is dus een Flexi-T voor iedere vrouw. Op onze website kun je kijken welk spiraaltje voor jou het meest passend en comfortabel is. Het model dat voor jou geschikt is, kan je rechtstreeks in de webshop bestellen of zonder recept kopen bij de apotheek. Om een Flexi-T te laten plaatsen, maak je een afspraak met je huisarts, de gynaecoloog of bij een vrouwenkliniek. De Flexi-T kan op elke dag van de cyclus worden ingebracht. Het inbrengen tijdens de menstruatie heeft echter de volgende voordelen. Kans op zwangerschap is minimaal. Het inbrengen gaat eenvoudig. Extra bloedverlies wordt voorkomen. Het plaatsen van een flexi duurt niet langer dan 5 minuten. Vanzelfsprekend kan een flexit alleen geplaatst worden als je zeker weet dat je niet zwanger bent, geen infecties hebt of afwijkingen aan de baarmoeder. Als de arts over een echoapparaat beschikt, is een inwendig onderzoek niet nodig. De FlexiT is heel gebruiksvriendelijk, zowel voor je arts als voor jezelf. De FlexiT heeft een eenvoudig inbrengsysteem: een klein en flexibel inbrengbuisje met een doorsnee van maar 3,5 mm. Het buisje is dunner dan bij andere spiraaltjes, waardoor het inbrengen nauwelijks pijn zal doen. Als de flexitee op zijn plaats zit in de baarmoeder, wordt het buisje teruggetrokken en wordt het draadje dat aan het spiraaltje zit op de juiste lengte afgeknipt. Met een laatste echo wordt gekeken of de flexitee goed zit. Je hoeft zelf het draadje niet meer te controleren. Als je nog niet bevallen bent, kan het plaatsen een gevoel geven dat lijkt op menstruatiepijn. Het gebeurt bijna nooit, maar je kunt klachten krijgen die lijken op flauwvallen, zoals duizeligheid, zwarte vlekken voor je ogen en misselijkheid. Dit kan geen kwaad en gaat na een paar minuten vanzelf weer over. Na de plaatsing is het verstandig om minimaal een kwartiertje bij te komen. Het is normaal dat je na plaatsing van een spiraaltje buikkrampen of een zeurend gevoel in je onderbuik krijgt. Mogelijk heb je de eerste weken onregelmatig bloedverlies. Dat komt omdat de binnenkant van de baarmoeder nog moet wennen aan de flexité. Als de flexité geplaatst is, wordt een afspraak gemaakt voor nakontrole, meestal vier tot zes weken later, of na minimaal één menstruatie. Tijdens deze controle wordt gecheckt of de flexité nog op zijn plaats zit en of er geen klachten zijn. Door de unieke vorm van de flexitee zal je het spiraaltje normaal gesproken niet voelen. Als jij of je partner de flexitee toch denkt te voelen tijdens het vrijen, neem dan contact op met je arts. De mogelijkheid dat de flexitee is verschoven moet natuurlijk worden uitgesloten. Verschuiving van het spiraaltje kan namelijk leiden tot verminderde werking. Aangezien de kleine hoeveelheid kopersporen van het spiraaltje dan niet dicht bij de eileiders worden afgegeven, wat nodig is om een zwangerschap te voorkomen. Symptomen die kunnen wijzen op een infectie zijn abnormale vaginale afscheiding, koorts en pijn in de onderbuik. Als dit het geval is, moet je dit onmiddellijk melden aan je arts, die een inwendig onderzoek kan doen of een echo kan maken. Alle bijwerkingen, ook de bijwerkingen die minder vaak voorkomen, staan vermeld op de website www.flexi-t.nl. Als je je zorgen maakt, neem dan contact op met je arts. Door de gegarandeerde werking van het koper kan de Flexi-T maximaal 5 jaar blijven zitten. Wil je de Flexi-T na 5 jaar laten verwijderen of wil je voor die tijd wel zwanger worden, dan is dat eenvoudig en relatief pijnloos. Het touwtje dat uit de baarmoedermond steekt, wordt met een tangetje vastgepakt en de flexibele Flexi-T laat zich ingeklapt verwijderen. Dat duurt slechts een paar seconden. Na verwijdering van de Flexi-T ben je direct weer vruchtbaar. Er kan, indien gewenst, ook direct een nieuwe Flexi-T worden geplaatst. Heb je nog vragen? Kijk dan op de pagina Veelgestelde Vragen op de website www.flexi-t.nl